Hallo iedereen, mijn naam is Crest en welkom terug hier bij een nieuwe video van Rust. We waren aan het spelen op een officiële server en we wisten dat er momenteel andere spelers op Small Ulric waren en wij dachten hun te gaan counteren. Er had al een ander team dat eerder geprobeerd, maar ze hadden gefaald en dat was uiteindelijk in de chat terechtgekomen en daarom dachten we, laten wij eens proberen. Wij zijn naar daar gegaan en dit gebeurde er toen. Ik heb een suppressed bolt action rifle. Ja, ik best wel goed. Iedereen heeft eigenlijk suppressors bij zich. Ja. Die ga ik me wel voor mijn AK afhalen. Ja, ze verlopen even op en vanaf het moment dat ze weten waar we zijn, al die er dan af. Ik denk dat dat de beste strategie is om die te gebruiken. Ja. Oh ja, red counting. En als we verliezen, ja, shit happens, weet je. Wel ja, inderdaad. Shit happens. It is what it is. Voor te counteren wonen we nu wel niet echt dichtbij. De zon gaat bijna ondergaan, jongens. Vergeet dat niet. Dat is zowel voordeel als nadeel. Voor de grond dat hun ons moeilijk hebben kunnen zien. Van ja. Zeg, ik moet even wachten dadelijk. Weet dat je. Oké, zoom maar in met je 16-maalscope en zie of dat je het ziet. Oké. Okay. Ja, nog te ver weg. Ik ga wel een klein beetje zigzaggen. Ja, ik zie niks meer als je dit zegt. Oh, kijk. Okay. Niet dan. Stop. Even kijken, ik kan net niks zien, dat is kut. Stop. We zijn nog bezig. AK's. Ja. Ze hebben wel AK's, hè? We gaan even wachten. Als we er nu op gaan. Ik zie ze niet bij de trappen zitten. Zien jullie bij de trappen zitten? Nee, hè? Nee. Als ze er nu op waren, denk ik dat we nog genoeg tijd hebben om naar boven te gaan en hun te counteren. Ik denk dat we in dat ene... Oh, gaat eentje naar beneden? Ja, ik zie je. Even wachten. Ik denk dat die shit gaat diepen in zijn boot. Zodra hij in zijn boot gaat zitten, snipen wij hem op zijn kop, ja? Oké, dan pakt de boltje ook erbij, wacht. Met 4 op. Oké, jongens. Oké, goed. Iedereen kan even 1. Ja, ik kom naar beneden. Laat hem gewoon even stil gaan. Wacht, hè. Nu! Ik heb hem geraakt. Ik ook een keer. We moeten nu dichtbij gaan, jongens. Allemaal instappen. 3, 2, 1, go. Leg uit. Oh. Stop. Is dat wel een... Oh. Je licht uit. Als hier. Bovenop. Vanaf als die op ons schieten, dan ga ik door tot daar. Hè. Ze wachten ons dat ze naar boven komen. Hoe gaan we dit doen? Gaan we er gewoon op af, jongens? Ja, kom. Zit vast. Wordt geschoten. Spring af. Ja. Oké, ik vaar verder. Doe alsof dat ik wegvaar. Ik zit erop. Ik ook. Ik zorg voor afleiding met het geluid. Ik ben geuitschild. Ja, vaar rechtsboven daar. Ik ga hem graag één keer. 1 of 2 keer. Ik ga doodbloeden. 1 AP. Help hem. Ik ben levend. Hij is van kant verwisseld, maar je ziet niks. Voor mij is er een dood. Nee. Rotjes dood.
kon jij gaan? Ja, ik stond. Ik zie daar een body liggen, maar ik weet niet. Waar, daar op het. Zwijg eens even! Ja. Zit hier beneden te kampen. Er zit hier iemand in het water bij mij, ongelooflijk. Vaar weg, vaar weg, vaar weg. Er zat hier zonder zeven iemand in het water bij mij. Ik hoorde hem zwemmen. Kom, inderdaad, wacht even. We ontzien niet, we zijn full black. Dood! Triple headshot, hij is dood. Eén guy dood, één guy dood. Top, 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 top. Oké, okay, ik hoorde dat. Ik zie daar een body liggen, ik weet niet wat dat is. Is er daar iemand nog achter een balustrade? Want anders moet ik schieten. Waar, ik zit hier, met het licht. Nee, daar. Hij zit hier. Als het boven de onderste verdieping is, dan zijn wij het niet. Wij okay. Zitten beneden. Nee, oké. Okay. Oh, dat is een naked lama. Bro, we wachten gewoon op hem. Is het teammaatje dood? We wachten gewoon. Het kan wel zijn dat er juist iemand langs mij langs gezwommen is. Want ik heb iemand horen zwemmen. Ja, maar wij hebben één gekild die in het water was. Ja, maar dat had ook een random kunnen wezen, hè. Gewoon hier eens gezwommen. Ik triple headshot hem. Je kan ook wachten tot de scientist er respawnen, want dan krijgen ze het zwaar. Maar zijn die allemaal... Head killed. Ja, het was een player. Hoe gaan we dit doen? Gaan we naar boven pushen? Dat lijkt me niet zo'n sterk plan. Want ze hebben wel de advantage. Ja. Wolf is dood, hè? Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Chris, zie jij wat op de bottenbolty? Nee, ik zie echt niets. Moeten we even wachten tot het licht wordt. Ik kan Chris ook wel zien, denk ik. Ja, maar dan gaan ze ons ook wel zien, hoor. Ja, ik zit hier safe houden. Echt waar. Crate is open. Crate is open. Kun je die in één keer looten dat dood is, of niet? Ik denk als we gaan looten dat die wel neergespreid worden van boven. Ja, denk het wel, ja. Boah, die kerel die is dood. Mocht ze dood. Dit is een 3 tegen 1, jongens. Kom op. Hij was eigenlijk 4 tegen 2, maar... Ja, nee, nu is het 3 nou, tegen 2. Misschien kan je hem looten door het... door die onderkant heen. Zou ik proberen door onder de... Ik denk dat ik hem zie. Ja, zoals je hem ziet... Ik heb hem zien bewegen. Helemaal van boven. Aan de zijkant. Daar. Ik heb hem geraakt. Ja, goed zo. Ik hoorde het. Ik hoor hem lopen. Ook een verdieping. Helemaal van boven. Nee, hij is eentje lager, bedoel ik. Eentje lager. Oh, zit hij bij die trap? Ja, bij de trap. Ja, dan zit hij te wachten. Voordat we daar naar boven pushen. Dat is de enige weg daar op die verdieping. Kort licht, jongens. Is erop of eronder? Als hij mij ziet, ben ik weg, hè. Harm. Ja?
zit daar aan die paal, zit de trap omhoog, dan kan je op deze tweede verdieping eigenlijk direct komen. Ja, kom. Hij zit helemaal van boven. Hij was over de rand aan het kijken. Ja, ik zie hem. Ja, hij probeert te pieken, maar ik kan hem zo niet schieten, hij moet er even op springen. Hij zit helemaal van boven, jongens. Hij kijkt wel naar beneden, naar de trap toe. Probeert een advantage te halen, maar ik kan hem vanaf hier niet schieten, maar ik zie hem wel door de troostering heen. Welke kant kijkt hij op? Naar beneden? Naar uw kant. Oké. Hij gaat er terug af. Zo die grote cirkel, zo weten, met die kraan. Daar zit hij juist op. Hij keek naar het zuiden, naar beneden toe. Maar hij is eraf gesprongen. Ik heb even mijn metal uitgedaan, zodat ik geen too cold meer krijg. Of wet. Oh jee, doe metal, doe metal, het boeit niet, doe metal wel, je hebt genoeg metalstandjes. Stond je net bij een body? We zijn nog in gevecht. Oh, hij kan kijken vanaf thuis! Ja, ik ben op de camera gaan kijken, ja. Waar is hij? Voor de mensen die het momenteel nog niet doorhebben, we hebben in onze basis een computerstation staan. En op dat computerstation kan je kijken naar de camera's die op Small Ulrich staat. Onze teamgenoot die helaas was gesneuveld in deze slag om Small Ulrich, wel, die heeft zich achter deze computer geplaatst en is ons cruciale informatie aan het doorspelen. Wie staat nou bij de body? Wie staat bij een body? Niemand. Ja, ik zie bovenaan iemand bij een lake staan. Helemaal boven? Ja, hij zit boven, ik ben er vrij zeker van. Kijkt hij naar beneden ergens niet? Ja, hij is nog naar beneden, hij is aan het healen, hij komt... Hij is naar onder gaan kijken. Hij zit bij de trap daar. Bij de trap naar boven aan de rechterkant. Hij zit nu op de reling te kijken. Hij staat op de reling. Ja, ik zie hem helemaal van boven. Helemaal van boven op waar dat, waar, op die grote cirkel bij de kraan. Hij is naar onder gaan kijken, bij de trap naar onder gaan kijken. Weer over de reling. Ja, hij probeert over de reling te kijken. Ja, ik zie hem. Maar ik kan niet door de reling schieten, jammer genoeg. Ik heb een 8 keer zoom, jongens. Ik kan die keihard lezen. Hij gaat naar de achterkant. Ja, hij is hij sprong erover, denk ik. Ik hoorde je schieten, ja. Ik hoorde iemand schieten. Hij is bij de trappen kijken. Ja, ik zag hem. Mm-hmm. Hij zit de hele tijd te pieken, kijk uit, hè. Komt er. Hit. Headshot! Ja, hij rent al weg, hij rent weg. Nee, hij komt, hij is een aim op jullie. Via de trap. Jij gaat één trap naar boven, jij piekt vanaf daar, ik piek vanaf hier beneden. Hij is een piek naar jullie, als je trap omhoog komt, schiet je. Ik ben één trap omhoog, dus ik ga omlopen en dan ga ik via andersom, ja. Hij is nog steeds een pieken. Ja, hou hem gewoon bezig, zodat hij daar blijft pieken. Ik ga hem flanken. Oké, via die andere trap. Hij loopt een stuk naar achter. Hij loopt weer naar achter, ja? Kom naar boven, Harm. En dan meteen achter kijken bij de rode ding aan de linkerkant. Nee, wacht. Hij gaat weer pieken. Hij gaat toch pieken, hij is weer een piek. Hij komt rustig nou naar de trap weer. Hij komt naar de ingang van de trap. Ja, je bent bijna achter hem. Ja. Yes! Dood! Yes! Ik kom af. Lekker, boys! Tjus, we hebben hem. Aan de achterlichtse maatje. De achterlichtse maatje achter die gingen. Harm naar rechts lopen. Terug. Ja, helemaal daar en dan helemaal doorlopen en dan naar links. Helemaal door en dan links. Ja, daar. Links, het is 3 guys. Hier ligt ook een kerel. Hier heb ik geloot. Dit is wel zwaar platten vallen. 3 guys is in plaats van dingen. Loot je ook broodje, hè? We gaan met 2 boten terug. Als ik broodje vind. Nee, die ligt op dok. Ga ik wel. Die ligt op het dok. Jongens, dat hebben we heel netjes uitgespeeld. Goed job. Ik loot hem. Oké, ik ga alles in de boten steken, maar ik ga wel met 2 boten terug, hè. Ja. Ik ga het allemaal varen. Hey, boys, iemand hier. Kom even pakken. Garage door en nog shit. Heb jij nog loot? Ja, ik ben momenteel alles in de... Van de kerels in de... boxes aan het steken. Ze hebben echt alles eruit gehaald. Alle bodies, alles gechopt. Behalve de wapens die ook nog even bij als hier toch nog iemand komt. Ik ga gewoon in die stash gewoon shit flikken. Ja, in die stash. Ja, maar steek er geen wapens in.
Oké, ik ga nog even naar boven. Er zijn geen wapens. Ah ja, als hier iemand komt, dan pakken ze die wapens, hè. Dan kunnen ze ons beschieten. Doen we alles of moet ik nog verder kijken? Hebben we dus één AK erbij, of niet? Ja, die heb ik. Met een bolt. En ik nog een grenade launcher. Iemand in het water zwemmen. Iemand zwemt in het water. Ik zie het. Ik lees hem. Een paar keer geraakt. Ik wist dat iemand zo hoorde in het water daar. Ik had dat daar juist ook al gehoord. Ik zeg, ik hoor iemand in het water, maar ik zag hem niet. Ik heb al... heeft iemand hier looker dus nu? Misschien deze boot? Ja, maar pak anders de lookrate vanuit de twee boten samen en deel die door twee. Dan ligt boven de body op 50 lookrate. Oké, deze keer loot ik ook volledig. Hij heeft ook nog wat spulletjes. Bootje, waar is die? Iets terug. Ja. Oh, de dingen staan hier ook nog. Oké, stik nog wat spulletjes in. Dat mag weg, dat mag mee. En, wat doet die? SAR. Nog een paar wapens hier. Maar ik weet niet, ik heb geen duik tegen gehad. Ik heb een SAR, en wat bandages in het. En dat hebben we mooi gespeeld zo. One casualty, dat valt nog mee. Dat er hier kunnen afgelopen zijn. Lekker boys, Oyorik. Counted en gelukt. Oh, hier ligt ook nog een kerel met garagedeur. Oh, ik kan allemaal niet meepakken. Ze vragen in de chat of ze de tarp alleen mogen hebben. Dat hebben ze nodig. Zeg dat we dat onderaan achterlaten. Maakt dat uit. We hebben dat toch niet nodig. Dat is een GG, man. Ja, lekker speelt, jongens. Hier zijn nog smoke grenades. Dat pak ik ook nog mee. Alright. Let's go. Ik wil hier zo snel mogelijk weg nu. We hebben alles wat we moeten hebben. Beste spul. Die tarp laten we liggen. Ja, smijt dat gewoon op aan de ingang daar. Hoortje, top dat je hebt gekeken, jongen. Woe! Ah, heb jij die AK bij je? Ja, die heb ik. Ik heb die bolty. Waar is het tarp? Maar ik heb nog een bolty. Ja. Komt goed. Ik heb ook nog een grenade launcher. Wie heeft die tarp, jongens? Ik heb geen tarp gezien. Ik heb ook geen tarp. Moet je, daar gaan we. Oké, zal ik wel vuur... Wat stikt hierin? Eens kijken. 129. Raak wel mee terug. Ja, jong. 1, 2, 3. Ik heb 6 wapens op zak. Ik heb een hele row met guns, man. Ik heb een Thompson, ik heb een DB, Bolty, SAR en een custom. Mijn custom is gebroken. Ik krijg er redelijk veel gearsets terug. Ik ook, man. Ik heb ook full roadside gearsets. Twee zelfs. Het was wel spannend, want ik zag hem eerst niet, ik vond hem niet... Ik wou zeggen, een Silenced Bolt Action Rifle is zo goed en die Blackout skins super gewoon. Hij vond mij niet, hè. Zo, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het alleszins enorm leuk om deze video weer al voor jullie te maken. Mijn teamgenoot had net voordat we hier naartoe gingen een ijsje uit de diepvries genomen, maar ondertussen zijn we al een tijdje verder. Silenced... Ijs is gesmolten. Nee, mijn ijs! Wel, dikke pech. Maar als jij deze video leuk vond, wel niet vergeten om die like-button even een goede smash te geven. En als je meer wilt zien van Rust, wel, abonneer je dan zeker en vast. En ik zie jullie in een van de volgende video's. Tot de volgende. Bye-bye.